Hier, eet op. Hatsflats, gek. Hey! Biertje! Welkom bij Ark Ragnarok. Mods, Rudy en ik zijn weer terug in deze epische wereld. En Rudy, ik ben al best wel ver gekomen met mijn basis. Oh ja, leuk. En volgens mij hebben we helemaal geen steentje bijgedragen bij jouw basis. Nee, maar ik tel ze op. Ik doe elke keer doe ik weer een foundation maken en denk, oh, vergeten. Maar dan maken we weer in de volgende aflevering. Ja, dan maak ik de volgende aflevering weer twee. Oké. Okay. Ja. Heb je mijn huisje al gezien? Nee. Oh, niet? Oh, leuk. Kom met me mee. Oh ja, is goed. Kom met me mee. En ondertussen, als we hier naartoe vliegen, kunnen jullie vast even op de like-knop drukken. Alsjeblieft, mensen. Jullie zijn echt oprecht lekker bezig met support op de serie. Lekkere reacties, lekkere likes en lekkere subs. Kom allemaal binnen. Dus keep that going. Thank you. Dat waardeer ik echt enorm. We zijn hier bij mijn huisje. Ik ben niet zo snel. Hoezo niet? Ik ben mijn Raichu kwijt. Je Raichu... Waarom ben je Raichu kwijt? Nou, ik ben niet kwijt, het is gewoon keihard dood. Maar dat was onze beste dino. Ik heb een nieuwe beste dino, Jamie. Oh, vet. Demonstrerend. Ja, probeer ik, maar mijn ark is gecrashed. Oh, nee. Hij hangt in de lucht tussen de basis heen. Hij doet meer dan 20.000 damage. Oké, vet. Oh, hier is hij. Ja, wow. Huh? Maar je vliegt gewoon rechtdoor naar mijn basis toe. Oh, dat is fijn. Dan ben ik zo dadelijk in de lucht. Hij vliegt gewoon rustig hier naartoe. Pompiedomp komt ook recht bij mijn basis uit. Pompiedompiedomp. En nou ben je compleet verdwenen. En je vliegt weer opnieuw naar mijn basis toe. Oké. Okay. Pak me dan als je kan. Toet toet. En dan vlieg je weer terug. Ja, ark is volledig broken, man. What the fuck. Ik ben er bijna. Ik zorg niet dat ik jou even van de vogel af kan halen ofzo. Legendary Pegasus. Ja, die zag ik ook al. Het is wel low level, maar ze zijn wel dik. Phoenixen zijn toch wel altijd een van de vetste dino's. Vooral die attack die ze kunnen. Plop, plop. Welke knop is het? Plop, plop. Plop, plop. Plop, 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 plop. Bliep, 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 bliep. Ja, lukt het? Er komt geen animatie. Waar is de mega vuurexplosie? Ja, die zie je wel eens. Ja, soms. Oké. Visualiseer. Een mega vuurbol die er helemaal rondom heen moet komen, maar dat komt dan niet. Voor een Pegasus heb je special kill. Oh ja, daar is hij! Yeah! Epic! Sick! Oké, nou, dan ga ik maar even vast andere stappen bekijken. De stappen naar betere pijlen, want ik voel me toch een beetje zwak worden met de potent arrows. Want vooral de dino's die we nou een beetje willen gaan temmen, die hebben ook iets met torpen en zo. En zo'n pijltje doet wel redelijk wat torpen, maar 2.000 op 100.000 is niet veel. Snapte? Nee, we moeten echt betere pijlen hebben. Maar ja, die kunnen ook wel loot als we gewoon dingen killen, maar... Ja, is ook zo, maar ik ben even benieuwd wat er nou kost dan. Range? Nee. Ammo. Arrows. Ja, maar dit zijn allemaal van die metal arrows. Oh, die moet ik in mijn inventory maken natuurlijk. Wacht. Hier hebben we dan nog Toxic Trank Arrow. 18 keer doet die. En die Potent doet 9 keer. Dan moet je dus Toxic Narcotics hebben, maar wat kosten die? Die kost 1 Potent Narcotic, 2 Rare Flowers, 2 Rare Mushrooms en 1 Toxic Blood. Dus dat is te craften, absoluut. Maar eigenlijk wil ik dat ook gewoon helemaal niet. Eigenlijk wil ik dus gewoon een zieke boog hebben. En volgens mij hebben we ook gewoon nog een blueprint van een zieke boog. Van zieke compound boos. Maar dan moet ik wel even kijken. Zit hij in de draak al of zo? Of een andere dino? Je moeder om het tandem. Hallo. Ja, kijk hier. Boah. Ascendant Primal Compound Bow. Die kost alleen maar 7.6.000 Smatic Paste, 10.000 Metal Ingots, 4.2.000 Obsidian en 8.5.000 Polymier. Ah, ja, dat heb ik niet. Ook echt 4.8.000 Polymier. Nee, dat gaan we nog niet worden. Ja, misschien moet ik toch maar wel gewoon even die pijltjes maken. Jamie, waar is mijn Phoenix? Oh, daar is hij. Ja, die staan nog op dezelfde plek als het goed is. Nou, nee, kom, we gaan even richting mijn neus. Laat ik het even zien. Wajo. Ik vind hem echt lelijk en vet tegelijk. Ja, ik weet het niet. Kom maar lekker naar binnen, joh. Ja, ik snap het. Het is een beetje een gekke kerk-vibe of zo. Maar ook wel zo'n hippie schuur waar we paddenstoelen verbouwen worden. Ik wou zeggen, dat kan ook allemaal. Hier heb je dan een plantentuin. Ook, dit lijkt me wel echt vet om te hebben, hoor. Echt. Dit? Dat je gewoon even zo'n afzonderlijk stukje in huis hebt wat dan alleen maar glas is zo. Ja, ik was bij een huis die dit had. Mij was veel te duur. Alleen niet, je hebt niet zo'n uitzicht dan. Dan moet je echt naar Noorwegen wonen. Of ja, fucking kust van Schotland, Engeland.
Dan ga ik hier ook echt een bed neerzetten. En dan ga ik met mijn blote, ja, blote piepie ga ik hier gewoon slapen. Eerlijk, wat doen we nog in Nederland? Ik weet het af en toe echt niet. Nee, ik ook niet. Het is alleen maar nadelig. Dat zijn latere levenskeuze als ik cryptomiljonair ben. Oké. Boef. Poetin, stop even een vinger in je duim. Oh, ja. Wat? Ik won, wat? Ja. Hier is mijn bed, king size vet. Verder. Deze ziek. Nog een balkonnetje zo. Waarom heb je deze dan niet in die koepel staan, joh? Mooi uitzicht. Ja, eigenlijk toch wel. Je moet even bukken. Dit is kut. Dit is oké. Yeah. Ja, nou ja, mooi. Nou ja, dat is mijn huis. Ik heb 3 klinkers. Ja, klinkers. Ik heb 3 tegels. Nou, mooi, klinkers. Ja, leuk, Rudy. Hey, ik heb betere pijlen, man. Zul je stemmen? Ja. Wat wil je? Ik heb nog elemental kibbel, want hè? Nou, kijk, dat komt heel goed uit. Laten we elemental gaan temmen. Eerst pak dit hier. Hoor je dat geluid? Haba. Het is echt alsof je vies aan het pappen bent. Ja, ja. Oké, jullie mogen zelf invullen wat je bedenkt bij pappen. Ik ga niks zeggen. Kom mee! Yeah, ik ben langzaam. Maar kom achteraan. Maar ik weet niet of we naar dat gebied moeten gaan waar we net zaten. Wil je elemental of wil je geen elemental? Ja, eigenlijk wel ja. Dat was een beetje de volgende stap, toch? Ja, ja, die spannen vooral daar jammer genoeg. Ja, dan gaan we daarheen. Hallo, Giga. Oh, hoe was die? Oh, zo'n Malin. Zo die damage maar toe. Een Malin? Maar Malin, dat is weer special kibbel. Een Malin is wel special kibbel, denk ik, ja. Ja, maar dat kunnen we nog niet maken. Kunnen we die niet maken? Ik vergeet Malin steeds een beetje wat je nodig hebt met maken voor de volgende stap de hele tijd. Ja, we zitten nu. We willen naar Apex toe werken en we zitten nu eigenlijk Alpha Elemental dingen. En als we Elemental eieren hebben, kunnen we Apex kibbel maken. Ja, juist. Maar dan heb je voor die volgende kibbels heb je alle eieren bij elkaar nodig, toch? Om... Ja, je kan nu 2 kanten op. Want je kan normale bossen stemmen nu, als het goed is. Maar dan moet je die boss uitstemmen, maar die hebben we dus in mijn aflevering gefixt van die Megafiticus die ons 6 keer killde. Dat is een optie. En je kan Elemental, want we hebben Elemental kibbel. Apex dus niet, behalve dus als je een eitje steelt hier. Mm-hmm. En ja, de volgende grote stap is eigenlijk elemental eieren krijgen. Elemental eieren krijgen? Maar daarvoor heb je dus gewoon even wat eimachines nodig. Dan heb je echt die glowdeals nodig, denk ik. Dat is denk ik echt de beste oplossing. Featherlights, ik denk dat zo waren. Of die Featherlights, sorry. Ja. Maar dan moet je voor een cave zitten. Ik weet niet per se waar al die caves zitten in Ragnarok. Kunnen we niet gewoon even checken waar zo'n Featherlight spot is? Want dan gaan we er gewoon naartoe. Ja, volgens mij kun je dus... Just do it, man! Just do it! Ja, maar volgens mij kun je dus met de teleporter wel een soort van dino scan doen. De awesome teleporter. Oh, maar hoe dan? Nee, die hebben we niet. Ja, weet ik niet. Dat zei je, man. Nou, we hebben wel bijna. We moeten echt alleen nog elektronics hebben. Ik heb alleen polymier en kristal nodig. Oh, heb jij elektronics in je tas? Ja, mijn draak. Oh, ja, dat is handig. Ja, polymier hebben ze ook gefixt. Ja, kristal ook. Oké, dan doen we dat. Kristal, ik heb echt bijna... Oh, ik heb nu ook elektronics. Ik heb gewoon een defense unit gekillt, ook al 40. Ja, precies. Ik heb een Celestial gekillt. Oh mijn god, hier is Origin Argy. Wegwezen. En hier is een mooi mega grillenbos. En nog één. Wow! Oh! Nee, gast! Ik heb genoeg arcs gespeeld van vandaag. Oh, je bent... Die one-shotte mij. Echt nog heel vaak dood te gaan vandaag. Ik moest hem echt nog... Dood. Ik deed echt 80k damage op hem. Raiju. Oh, nee, Rudolf is vermist. Vermist. Oké, en nou is ook nog de Elder Phoenix. Of de. Ja. Jezus, man. Oh, ik deed zoveel damage, joh. Ik moest nog 1 keer hitten. Nog 1 keer hitten, maar. Oh, dat is wel jammer. Ik deed gewoon een rocket launcher op mijn bek. Maar een buffoon, dat is toch ook een special dino? Ja. Maar hij had maar 100k AP, dus ik dacht, nou ja. Ja, maar die Elder Phoenix heeft ook nog veel minder AP. Ah, die had ook 80k. Ah, oké. Ja, dat is balen. Ik zie wel een Fire Griffin hier. Oh. Zo, die spuug vuur, gek. Ja, het is een elemental. Even 95. Oh. Kijk, als ik gewoon even pijltjes kont kan schieten. Oké, ik ga ervoor. Maar normaal moet je die ding dus passive themen, maar is dat bij... Ik mis. Uit. Heb ik. Reload the shit. Oké. Ik zit gewoon in dat gebied, weet er wel. Oké, ik heb mijn grit met mijn pijltje. Nog een keer grit met mijn pijltje. Oh mijn god! Gaat het nou echt lukken? De elemental. Au. Oh mijn god. Kom maar aan. Zit je in de vallei? Ja, ik zit in de vallei, inderdaad. Maar ik moet hem echt nog wel even een keer raken, eigenlijk. Ik ga zelf dood. Oh mijn god, hij heeft mijn arm gewoon ook gesloopt. Ik moet weg. Nee, ik ga me niet... Ik ben dood. Nee, nou gaat mijn draak ook dood hier. Oh! Ik weet niet waar die is. Ik ben in de vallei, maar ik weet niet waar.
Ja, op de rechts, bij, in de buurt van de brug denk ik, aan de linkerkant, zoiets. De brug, de stenen brug? Ja, zoiets. En nog links, op een soort hoog stukje. En mijn draken dood, want die doet dikke fire damage. Ik ben hem aan het zoeken, ik ben aan het wisselen. Is hij hoog, laag, middel? Ja, iets hoger, middel misschien. Niet helemaal boven aan de rand in ieder geval. Er ligt een tasje, maar je okay, kan best ja, shit man, mijn draak is echt flink dood. Echt? Ja, ik ben erbij. Maar wat is hij niet in de triplok, man? Hoezo is hij dood, dat ding? Nee, mijn Rudolf stond ook niet in de Oh nee, is hij dan dus niet vermist? Ik denk dat Rudolf ook is F-16 Jan echt dood? Mijn draak is dood. Dus dan zit hier ook zoveel gevaarlijke dino's op deze plek. Dat ding was een mogelijke stering. Nou, nu heb ik echt het gevoel dat ik gewoon 2 tiers achteruit ben gegaan. Ja, dat denk dat ik me voel. Nu moet ik alles kwijt. Oh mijn god. Heb ik eindelijk een finish en denk ik, oh, dit is ook gewoon echt gewoon bijna 100k damage met één aanval. Dat is nice. Ja. Yeah. And it's gone. And it's gone. Nee. Helemaal kut. Hey, je moeder op een tandem is dood. Nee. Niet je moeder. Het meest vervelende is ook dat ik de electronics kwijt ben, want die zaten in mijn ding. Ja, ik heb ze wel teruggepakt gelukkig, maar... Oké. Ja, maar hoe moet ik dat ding temmen, man? I don't know, man. We moeten hem echt vastzetten. Hey, je moet eerst even weten waar je bent, dan... Ja, hij heeft nog wel flinke torpen nog. Ja, je hebt ook gewoon van die torper-dino's, toch? Oh ja, inderdaad. Nou, ik ben... Kom naar die stenenbrug. Ja, ik ga even electronics in mijn tas doen. Dit is mijn corrupted Apex Firewyvern. Wat treurig. Hij is corrupted in Apex, Jamie. Ja, hij is wel echt vet trouwens, maar... Nee, ik ga deze ook gewoon even snel killen. Even puur voor de elektronics, zodat ik een teleporter kan maken. Ik doe nog meer damage, maar... Verdomme! Oké, zie je mij nog? Ja, ik zie jou. Nou, volg mij. Want als we met z'n tweeën gewoon even pijlen erin gaan pompen, dan hebben we hem denk ik wel zo neer, hoor. Ja, als we onze hits gewoon af kunnen stemmen. Want hij heeft al best wel flinke torpen, nou. Dan moet ik wel nog even mijn pijl instellen. Want hier zit hij tegen de muur aan te vliegen. Dat is perfect. Ja. Maak hem niet boos. Dan zet ik die pijlen van jou. Niet op mij, maar hij wordt wel wild. Ja, deze dino kan ik verliezen die hier staat. Dus, er zit dan nog iets te fikken. Bij die, die monnik Parasar, fijn. Ah, nice. Okay, Jamie, okay, ik ben afgestapt. Ik ben nu te voet. Kijk, okay, hij moet even naar de grond gaan, dat ding. Ja, hij zit nu compleet achter een PT aan. Is die 25 katoppen van één ding? Ja, 2 pijlen waren dat. Oké, maar als hij gewoon even zo op zo'n arc manier tegen de muur aan blijft vliegen... Ja, je moet ook kijken waar die landt, hè? Ja. Ah, hij moet jou... Moet hij jou nu hebben? Nee. Ik sta heel dichtbij. Ja, hij zit die Alpha PT... hij is er tam. Hij is niemand tam. Ja, maar dan gaat hij echt naar zo'n... naar zo'n Raptor. Primal Raptor. Primal. Ja, maar doe dat nou niet! Dat kun je toch niet aan, jij! Stomme vogel. Komt hij de Raptor aan? Ja, die zit echt flink in gevecht, hoor. Kom hierheen, Griffin. Ja, die Raptor moet ook ja, even naar beneden. Ja, ik heb hem even gepoort, dat ding. Ja, vlieg weg. Wacht, kan ik jou niet gewoon even vastpakken dat je schiet? Zullen we gewoon even die strat doen? Ah ja, hij staat vast. Ja, schiet hem! Ik heb hem gehit. Pak mijn pijlen. Kak, nee, hij vliegt weer weg. Nee, kom hier! Hij is ook heel, hij is goed gehit ook, hij is wel damaged. 33k, hij heeft ook veel torpen, jongen, niet ja, normaal. Ja, man. Au, zo'n trick. Pijn nou, ik denk dat dit even gaat duren. Laten we gewoon even lang kloten met deze en dan krijgen we hem wel neer. Uiteindelijk wel. Wow, die doet damage! Ja, niet zo dood. Ik ga gewoon head-on. Ja, schiet hem. Probeer hem af te leiden, ja. Hallo? Ik heb 2 pijlen in hem gejankt. Ik ben dood. Je bent dood, oké. Hoeveel torpen heeft hij? 40, denk ik. 40. 50. Wacht, achtervolg me. Dan kan ik even snel afstappen, een pijltje schieten en weer terug opstappen. Ja, maar doe dan niet zo op zijn arc manier landen, please. Oh mijn god. Ik hoor allemaal primal muziek en zo hier. Ja, die teringlange landing, okay. Hè? Wow. Ja, dat werkt wat ik hier doe. En dan moet ik nog wel even kunnen reloaden. Ja, op een gegeven moment draait hij om, dat is op het moment. Stop! Oh mijn god. Nee, ga dan! Oh, Ark. Oh, Ark. And you came stop me from thinking. Reload. Komt het nou hier naartoe? Nee, shit. Zo, we zijn wel even intense team zo, hé. Ja, ik moet me weer hebben. Kijk, kom. Oh nee. Oké, ik heb weer een pijl gehit. Lekker. Pijn aan mijn pterodon, gek. Hij heeft nog maar eentje nodig. 1 pijl en is hij neer. 1 pijl? Ja, nog eentje. Oké, hoe ga ik dat doen? Ik hoop voor die Primal Spino, man. Ik hoor heel veel explosies van onze spirit, volgens mij. Hij vlug weg. Ik zie hem vliegen.
kom. Oh, perfect, bij die muur. Vlieg tegen de muur, alsjeblieft. Ja. Kom op. Nee, ik mis! Scheiße! Kom op! Ja, hij is neer! Let's go! Oh, let's go, man. Jezus, wat een... Doe dit. Nou, hè? Dan heb ik in ieder geval een soort van vervanging voor je moeder op mijn tanden. Nou, dan wordt je moeder in de bak fietsen. Ik wil niet te veel erin doen, want anders... Let even op wat hij eet. Die eet door, zeg maar. Hey, ik heb ook teamhelpers om het proces te versnellen. Ja, fuck it. Toch? Hier. Eet op. Hatsflats, gek. Hey! Biertje! Ik heb een reusable crossbow trouwens. Of een grapple hook. Super handig. Echt mega cheap ook. Oh, ja, die wil ik eigenlijk ook wel hebben. Kijk, poep. Hoi, hè. We kijken op grapple. Die is echt heel cheap. Kost, ik kan hem wel maken. Oh nee, trouwens, nee. Ik heb, je hebt alleen 32 metal ingots nodig, wat lastig is. Die heb ik niet bij me. Een tijdje heb ik nodig. Oh, ja. Daar staat een boomnaasje. Oh, dat kan ik ook droppen, maar dat is ook een boomnaasje. Ja, weet je, ik ga eerst even naar de basis toe. Hey, is goed. Volg mij. Moet erop een driewieler. Oh, ga jij hem opzetten? Oké, ja. Zo, hij is wel vet hoor. Ja, dik. Je kan ook duiken. Die moet je. Oh, hey, vindt er nou nog één? Ah, dat is een alpha, nevermind. Dat is een alpha. You did it, man. Hij heeft nog XP potions. So proud. Geen XP potions. Nee. Oké, nou, mensen. Dit is. De Fire Riven die we hebben getemd in deze aflevering van Ark The Lost Island. Ik moet bij de baas nog even één dingetje doen. Ik moet nog één probleempje oplossen. En dan... Oh, wacht. Dat zien jullie zo wel. Yeah. Kijk. Dit is mijn corrupted. Hij is corrupted, Jamie. Waarom lach je? Hij is corrupted, ik zweer. Hij is Apex ook. Hij staat ook nog. Oh. Oh nee, Tony Dragon is wel rustig. Okay. Je moeder op een tandem. Het was me genoegen. Je hebt oprecht gestreden, je was super sterk. En ik heb heel veel plezier met je gehad. Je hebt de Celestial gekild. Je hebt Ramshackle Loot Bosses gekild. En je was gewoon echt een legend. Maar nu ben je toch dood gegaan voor de dino die ging temmen met jou als bait. Helaas, maar je hebt gestreden. Goed gestreden. Oké. Je moeder. Oh, weer eens even rip. Je moeder. Oké. Thanks voor kijken, iedereen. Vergeet niet te liken, te abonneren. En Rudy doet ook even nodig. Peace out, mensen. Later.